In de week probeer ik gewoon 1,5 liter water per dag te drinken, minstens. Ik probeer dat zo strikt mogelijk de volgende dag. Dus dat is toch allemaal van lang voor verdienen eigenlijk, dan we daarmee bezig zijn. In de opbouw naar de wedstrijd toe proberen we van zoveel mogelijk drank te drinken waar dan een beetje carbo-load eigenlijk in zit. Zodanig dat we toch voldoende koolhydraten binnen hebben, zowel via eten als via drank. In het duur verliezen enorm veel vocht. Dus we moeten gaan verdienen, anticiperen eigenlijk. En dan achteraf, ja, achteraf ook zoveel mogelijk bijdrinken. Meestal proberen we wel binnen het kwartier na de aankomst toch wel een soort van recruit te drinken. Zodanig dat die spieralbraak zo snel mogelijk wordt tegengegaan, dat er veel antioxidanten in het lichaam binnenkomen. En dan redelijk snel iets proberen van te eten waar dat toch eigenlijk al wat koolhydraten in zit. Zodanig dat die spieralbraak toch en een optimale recuperatie naar de volgende wedstrijd eigenlijk ideaal gebeurt. Meestal voor de wedstrijd beperk ik mij tot water, maar ik zeg het, na de training wordt er al eens gegrepen aan een Aquarius. Omdat je dat dan zoiets hebt van oké, nu kan ik dat gebruiken, ja, dan smaakt dat des te meer.